Tijdens de avondmaaltijd Floris Wardenaar, voedingsdeskundige, mee op hoogtetraining. Waar moet een sporter die op hoogtetraining is allemaal rekening mee houden? Er zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn. Met name omdat het lichaam in een andere situatie komt, is de basisvoeding eigenlijk nog belangrijker dan normaal. En daarnaast is vocht heel belangrijk. En kun je denken aan groenten en fruit die stoffen bevatten die de aanpassing versnellen, zijn belangrijk. Dus wat we proberen is aandacht voor dat vochtgehalte en aandacht voor die variatie. En dan met name een koolhydraatrijke voeding met voldoende eiwit. Is het restaurant hier in dit hoogtecentrum berekend op de wensen van een voedingsdeskundige? Ik denk dat ze het best heel aardig doen. Er is genoeg variatie. Dat betekent ook dat je voldoende keuze hebt. Alleen, je moet soms wel even goed kijken wat dan de beste keuzes zijn. En daarvoor heb je wel wat basiskennis nodig. Gelukkig zijn de meeste zwemmers die hier komen niet helemaal groen wat dat betreft. De meeste die lopen al een tijdje mee, hebben al verschillende kampen meegemaakt. Hebben ook al verschillende manieren van voedingsbegeleiding genoten. En op basis daarvan kun je toch hele aardige keuzes maken. Het leuke is dat de slechte keuzes voor de een hoeven niet per se de slechte keuzes voor de ander te zijn. En wat dat betreft biedt dit wel degelijk die ruimte. Als je nou bijvoorbeeld slecht drinkt tijdens een stage, waar krijg je last van dan eigenlijk? Nou, je moet je voorstellen dat het lichaam is als een soort spons. Op het moment dat die spons uitdroogt omdat je te weinig drinkt, wordt die hard. Dan brokkelt die ook snel af. Zo zou je eigenlijk dat ook kunnen zien met ons lichaam. We worden sneller vatbaar voor ziektes, luchtwegirritaties. Terwijl juist de stress die de hoogte met zich meebrengt al voldoende zou moeten zijn voor het lichaam om mee te dealen. Dus we proberen zo goed mogelijk die vochtbalans in de gaten te houden. En dat betekent dus dat we ook elke dag een sessie hebben waar we vooraf en achteraf wegen en kijken of mensen voldoende gedronken hebben. En wat we zien tijdens dit soort kampen is dat naarmate we dat langer in het kamp volhouden, dat die vochtvoorziening steeds beter wordt. Wat drinken zwemmers in het algemeen? In het algemeen tijdens de trainingen dan is het vaak een dorstlesser. De reden daarvan is dat het energie en wat mineralen bevat. Dat versnelt de vochtopname en daarnaast levert het ook een kleine hoeveelheid energie. Kijken we hier op hoogte, dan is ook het energieverbruik wat verhoogd, doordat we moeilijker die zuurstof uit de lucht halen. En op basis daarvan hebben we ook wat meer energie nodig. Daarnaast is de eetlust wat naar beneden gedrukt. Dus dan helpen die extra suikers in dat drankje ook echt. En dan over de dag probeer ik eigenlijk met hun af te stemmen dat ze zoveel mogelijk variëren. Dus dat betekent vruchtensap, thee, misschien een keer frisdrank, water. Dat soort zaken. De zwemmers hier, denken die helemaal goed mee? Zijn die erop ingesteld? Ja. Dit is een leuke groep om mee te werken. Over het algemeen hele intelligente mensen. Die zeker op het moment dat je ze aanspreekt op hun gedrag. Ook graag willen weten van nou, wat is er dan verkeerd? En wat zou ik dan beter kunnen doen?